Een klein beetje opvallend. De tweede baby shoot dit jaar, of in een jaar tijd, en weer met jou. Ja, het viel mij ook wel op. Ik denk dat ik het vorig jaar toch niet goed deed, of iets in die richting in ieder geval. Of juist wel. Ja, nou, ik kijk het altijd van de kritische kant. Heel zelfkritisch. Maar is het oefening baat kunst? Ging het nu makkelijker dan de vorige keer? Nee. Nee, waarom niet? Nou ja, volgens mij begonnen ze nog steeds allemaal te huilen toen ik ze vastpakte. Dus ja, heb ik nog niet van geleerd. Ik zie Peet knikken, maar volgens mij waren ze bij jou ook niet allemaal stil. Nee, dat klopt. Maar het begon bij Jeroen en toen gingen ze door naar mij. En ja, daar wordt ook gewoon niet beter van hoor. Dus dweilen met de kraan open. Ja, dat is dweilen met de kraan open, zeg maar. Goed gezegd, Jeroen. Ja, mooi, jongen. Heb je nog een beetje tips ingewonnen bij hem vooraf? Want hij is natuurlijk nu een beetje de expert, hè? Ja, inderdaad. Ik heb hem wel wat gevraagd, maar hij heeft weinig losgelaten. Want zo is hij. Weinig is wel iets. Dus wat had hij dan verteld vooraf? Dat baby's wel gewoon schattig zijn en goed je best doen. En niet laten vallen, had ik en ook niet gezegd. Laten vallen. Ook ja, ja, niet onbelangrijk inderdaad. Ik ging nog wel een paar keer mis, maar oké. Okay, ja. Het staat niet op beeld, toch? Nee. Nee, oké. Okay, dan is het goed.